Mijn naam is Ipe Elgesma. Ik ben hoogleraar moleculaire neurobiologie op de afdeling neurowetenschappen. En ik ben tevens wetenschappelijk directeur van het expertisecentrum ONCOR op het Erasmus MC. Er worden per jaar in Nederland 4000 kinderen geboren met een verstandelijke handicap. Zo'n 25 tot misschien wel 50% veroorzaakt door een verandering in het DNA, wat we dan een mutatie noemen. Het kan een nieuwe mutatie zijn, dus die de ouders niet dragen. Het kan ook een mutatie zijn die de kinderen van de ouders hebben meegekregen. Op dit moment zijn er zo'n 400 van die verschillende genen bekend die kunnen leiden tot een syndroom. Een syndroom dat zich manifesteert met een ernstig verstandelijke handicap. En binnen ONCOR richten we ons op een tiental van deze syndromen. Bijvoorbeeld neurofibromatose, tubereuze sclerose en Angelman-syndroom. En fragiele X, dat zijn vrij veel voorkomende aandoeningen. ONCOR is een samenwerking van een groot aantal afdelingen. Kindergeneeskunde is uiteraard van groot belang. De afdeling neurologie, kinderjeugdpsychiatrie, de klinische genetica. Dat zijn de basisafdelingen waar het meest gedaan wordt. Daaromheen zijn ook heel veel andere afdelingen die een belangrijke rol spelen binnen ONCOR. Naast de genoemde klinische afdelingen speelt de afdeling neurowetenschappen een belangrijke rol. Dit is echt bazaal onderzoek waarbij onderzoek gedaan wordt naar deze aandoeningen. En het idee daarachter is dat als we eenmaal weten wat de gevolgen zijn van de mutatie op het functioneren van die hersenen, dat we kunnen ingrijpen met medicatie en dat we dus die problemen misschien zelfs kunnen verhelpen. Het doel is om via onderzoek op een laboratorium te komen tot nieuwe medicatie, wat leidt uiteindelijk tot een betere kwaliteit van leven voor deze kinderen. We richten ons binnen ONCOR met name op deze genetische syndromen, dus de syndromen waarbij een mutatie ten grondslag ligt aan verstandelijke handicap. En de reden daarvoor is omdat we dan exact weten wat de oorzaak is van deze verstandelijke handicap. Daardoor kunnen we op het laboratorium een muismodel maken met een vergelijkbare mutatie. En ook dit muismodel zal dan een verstandelijke handicap hebben. Als we eenmaal zo'n muismodel hebben, zijn we vaak vele jaren aan het onderzoeken hoe die mutatie in dat DNA leidt tot een verandering van de enzymen in die hersenen. Die enzymen zijn eiwitten met een biologische activiteit. En vervolgens kunnen we nagaan van als die mutatie dan tot gevolg heeft dat enzym niet meer werkt, hoe kunnen we dan met een geneesmiddel de functie van dat enzym gaan overnemen, waardoor het hele proces weer normaal verloopt. In muizen zijn we al behoorlijk ver en we hebben al van een aantal van deze syndromen, kunnen we in ieder geval in de muis, kunnen we deze muis eigenlijk beter maken, zodat we het verschil eigenlijk al niet meer zien met de gezonde muizen. Dus deze muizen hadden een leerprobleem, maar na toediening van de medicatie gaan de leerproblemen weg. Deze muizen hadden epilepsie, maar de epilepsie gaat weg. De muizen hadden problemen met hun motoriek, maar de motorieke problemen zijn weggegaan. En dat komt dus omdat we heel specifiek hebben ingegrepen op het probleem. Op dit moment zijn we ook bezig met de vertaalslag uiteraard naar de kliniek, want daar draait het allemaal om. En er zijn een aantal van deze klinische trials zijn momenteel gaande, dus waarbij de kinderen een medicijn toegediend krijgen. Wat we dus getest hebben in de muizen, waarvan we weten dat de muizen met diezelfde syndromen daar heel goed op reageren. En dat testen we op dit moment in kinderen om te kijken in hoeverre dat de kwaliteit van leven van deze kinderen verbetert. Het zou mijn droom zijn dat we binnen misschien 10, 20 jaar medicatie kunnen ontwikkelen. Speciaal voor deze kinderen, waardoor de kwaliteit van leven van deze kinderen enorm verbeterd wordt. En we deze kinderen, maar ook de families, een betere toekomst geven.